We gaan de presentatie geven zo. Dit is de slotbijeenkomst van de Energy Battle in Baren. Dus we gaan vieren dat we met elkaar een mooi jaar hebben gehad en energie hebben bespaard. Ja, een blij gezicht. Hè? Hoe komt dat? Nou, zeker. We hebben op zich weer mooie resultaten. En wij hebben vaker van dit soort battles. En die slotbijeenkomsten die zijn natuurlijk enerzijds jammer omdat je elkaar weer gaat verlaten. En anderzijds ook even de moeite waard om even terug te kijken en te laten zien wat er gebeurd is. Als je ziet wat er bespaard is door de 6 sportverenigingen, is dat enorm. Dik 28.000 kilowatt. En als je dat vertaalt naar een aantal huishoudens, is dat energieverbruik van 8 huishoudens over een jaar. Maar gaat het dan wel helpen? Ja, het gaat zeker helpen, want inderdaad, de winnaar van vanavond heeft maar liefst 20% energieverbruik verminderd. Dus ja, je kan wel nagaan dat het echt een aanzienlijke besparing is, maar ook vertaalt het zich terug in geld. Het is bijna 6.000 euro wat er bespaard is en dan heb je het wel ergens over. Heb jij gewonnen en de rest niet, hè? Wat, heb je al teleurstellende gezichtjes gezien? Ja, maar ja, goed, ja. Ik kan er maar één winnen, zeg dan maar zo. Hè. Moest dit er komen, zo'n battle dan? En waarom doe je dat niet uit je eigen motivatie? Het bestuur die moet eerst een duwtje geven, willen ze daar mee in actie komen. En dat is dan inmiddels al gebeurd, ja. Dus helemaal goed. Want hoeveel is dit eigenlijk? Ja, het staat 1000 euro, dus neem aan dat het dag gestort wordt op de vereniging. Dus ik wacht het af. Oké, hey, wat ga je ermee doen dan? Ik bedoel, wat denk je dat de vereniging ermee gaat doen? Ja, geen idee. We zijn ook druk bezig met zo'n dingen, de kleedkamers aan te passen. Dus ik denk dat dat er wel aan besteed wordt. Niet aan duurzame dingen? Nee, niet echt. Nee. Dat, als het goed is, is er het al. Wie heeft er eigenlijk het hardst aan gewerkt om deze prijs in de wacht te slepen? Ik ben toch, denk ik, ik moet zeggen, ja. Want ik was altijd bij als die goede man er ook was. Dus ja. Dus daar kunnen ze niet omheen. Nou, hartstikke mooi. Ja, dankjewel. Ik zou zeggen, neem hem lekker mee naar huis toe en niet onderweg verbrassen. Gaat niet komen gelukkig, denk ik. Moeten we ook gaan bettelen tussen buren en zo? Want daar valt ook nog wat te verduurzamen. Dat lijkt me een hele leuke, maar ook de bettelen tussen gemeenten onderling bijvoorbeeld. Dat was banen straks uitspringen in de regio. Ik kan me zomaar voorstellen. Ik ben best een beetje competitief, dus van mij mag het. Nou, prijs gewonnen, hè? Ja, heel blij mee. Ja, waarom? Ben je er blij mee? Nou, ten eerste omdat we gewoon 750 euro gewonnen hebben, dat is niet niks. Ten tweede omdat we toch behoorlijk wat bespaard hebben. Ten derde omdat het hartstikke goed voor het milieu is dat die besparingen doorgevoerd hebben. Ik heb wel begrepen dat het een initiatief van de gemeente uit was, hè? Om zoiets te gaan doen. Nou, het zijn eigenlijk een aantal sportverenigingen uit Haarlem en meer die dat ooit gestart zijn. En wij hebben de financiële bijdrage aan verleend, omdat we het gewoon heel erg belangrijk vinden. En je ziet het ook, het enthousiasmeert, want er volgt nu weer een tweede ronde. En zeker bij een sportvereniging kan je je wel voorstellen, daar, die zijn van iedereen en daardoor ook een beetje van niemand. Ja, dus Pietje vertrekt en die zegt, Jantje doet het licht zo uit en dat gaat best vaak mis, kan ik je vertellen. En daarom is het goed om aan die gedragsverandering te werken, om met elkaar na te denken, oké, hoe kunnen we elkaar aanspreken, hoe zorgen we dat we met elkaar, hè, want iedereen moet die knopjes uitdoen, niet één persoon, iedereen. Hè, dat is anders dan bij je thuis, daar let je wel op, want het is jouw portemonnee. Maar bij een sportvereniging is het wel interessant dat je daar eigenlijk samen bezig bent om die club een beetje energie duurzaam te maken. En dit was vooral ook een bewustwordingscampagne. En eigenlijk om te laten zien van hoe je zonder echt enorme investeringen heel veel kan besparen door vrij eenvoudige maatregelen. Sportverenigingen hebben bijvoorbeeld gelet op het op tijd uitzetten van de frituurpan, zeg maar. Het gesloten houden van kleedkamerdeuren. Op hele eenvoudige manier hebben ze aanzienlijk weten te besparen zonder dat ze heel veel moesten investeren. En dat, ja, dat geeft ook een mooi voorbeeld. Het kan gevolgd worden door andere sportverenigingen, maar ook scholen. Ik hoop dat er veel dit initiatief volgen. Want jullie hebben samen dit bespaard. Ja.